Ik denk dat elke componist zijn eigen muzikale taal heeft en dat die taal ook constant in beweging is. Dat vind ik ook heel leuk en ik hoop ook dat mijn eigen taal blijft veranderen. Niet dat ik niet tevreden ben met de muzikale taal die ik nu heb, maar ik ben gewoon heel benieuwd naar wat ik nog ga leren en ontdekken. Ik vind het ook altijd heel bijzonder om te zien bij de grote componisten voor ons wat bijvoorbeeld hun allereerste werk is geweest en wat hun laatste werk was en wat daartussenin is veranderd of misschien is er wel niet zoveel veranderd. Dat maakt me gewoon heel nieuwsgierig naar wat er nog allemaal gaat komen. En verder denk ik dat in mijn eigen muzikale taal heel veel muzikale invloeden zitten. Ik speel al bijna mijn hele leven piano en al die stukken die ik ooit heb gespeeld, die zitten ergens in mijn brein en in mijn vingers. En die komen zonder dat ik het merk toch mee met mijn eigen ideeën. En dan gebeurt het wel eens dat iemand na een concert vraagt, goh, had je dat stuk geïnspireerd op bijvoorbeeld Poulenc? En dan denk ik, nou, niet zo bewust, maar ik luister heel graag en vaak naar Poulenc, dus ik snap wel dat je dat erin terug hoort. En dat vind ik ook heel leuk. Ik denk dat ik daar heel erg van kan genieten, van al die invloeden. En die taal, daar zit toch ook altijd iets in wat alleen van mij is. Maar wat dat is, dat weet ik niet precies te zeggen. Dat is denk ik de magie van elke componist.